tweede kerstdag 2010, de slotdag hier in Nieuwe Rode Jol. Hoe is het geweest? Ik ben heel tevreden over onze kerstconcerten in het algemeen. We hebben er een hele reeks kunnen doen. En het was een succes. En dit is de afsluiter, tweede kerstdag. Ik vond het fantastisch. Maar het zijn dingen die ik heel graag doe. Ja. Helemaal anders dan we gewoon zijn van Jovalli. Is het weer studeren, de liedjes? Want ja, je zingt dat niet zoveel, één keer per jaar. Ja, de kerstliederen zijn één keer op een jaar dat je die moet zingen. Dus, maar we hebben de hulp van een autocue, dus geen enkel probleem. Hè? De mooiste tijd van het jaar, zeggen veel mensen, ook voor jou? Ik vind dat ook, ja. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb liever kerstmis dan nieuwjaar. Ik vind dat de mensen zijn iets anders. Ze praten anders. Ze zijn misschien emotioneler, ik weet het niet echt. Maar toch gevoelt zo meer dat er meer een genegenheid is tussen de mensen. Tegenover nieuwjaar, dat is zo... Is het wel allemaal echt, verstaat je zo, ja. Vorige week te zien in de Vlaamse team met de nieuwste Santa Maria van de Zee. Heel mooi, heel tijdelijk voor dit jaar, heel mooi gedaan. Ja, ik heb daar zeer, zeer goede kritiek op gekregen. We staan nu in de Vlaamse top 10, al een paar weken op de tweede plaats. En ook in de winkelverkoop staan we eigenlijk al een paar weken op de eerste plaats. Dus als men het enkel en alleen moest hebben van de winkelverkopen, dan stond ik al een paar weken nummer 1. Dus het is een plaat dat echt ingeslagen is bij het grote publiek. En vooral ook omdat het een beetje toepasselijk is in de tijd van het jaar. Ja. Voorbode van een nieuw album? De voorbode was Kusme. Maar we zijn inderdaad bezig met een nieuw album. Het zal moeten klaar zijn tegen eind januari. En dat is wel de bedoeling dat het allemaal Franse klassiekers zijn die we hebben opgenomen. Franse klassiekers is misschien een groot woord. Het zijn nogal de Franse liedjes die ik graag hoor. Die wij hebben herbewerkt, weliswaar met totaal nieuwe arrangementen. En allemaal met een goede Nederlandstalige tekst op. For you and I. ...2010 was mooi voor jou? Het was een mooi jaar. Het was een bewogen jaar. We hebben heel veel gewerkt. We hebben veel optredens kunnen doen. We hebben van alles kunnen doen. In de muziek, in de studio gezeten. We hebben nieuwe producten kunnen doen. We hebben een goede fanreis gehad. We hebben... Ja, we mogen concerten doen. Wat wil een mens nog meer? Hè? Voor 2011, wat wens je onze kijkers, joh? Yeah.